Hallo vissers, welkom bij een nieuwe video. We zijn op de IJssel, een van de mooiste rivieren van Nederland. Zo niet de allermooiste. We gaan vandaag alles leren over het webbed vissen op snoekbaars op de rivier. Met niemand minder dan Jouke Jansma van Daiwa en Suzuki. Stay tuned. Ik zit op de rivier, de snoekbaars trekt op. Maar ja, de vis is hongerig, moet zich voorbereiden op de winter. Nou, het is aan ons de opdracht om te zoeken, hetzij tussen de kribben, hetzij in wat diepere gaten, om te kijken of ze daar even liggen uit te rusten. En dan houden wij ze lekker happy voor en dan maar hopen dat ze erin trappen. Ja? Nou, weet ik niet. Ja, we zijn nu eigenlijk stroomafwaarts aan het gooien en trekken de shed tegen de stroming in. Maar ik blijf toch die vragen hebben, Jouke, want is dat niet heel onnatuurlijk voor zo'n aasvisje om tegen die stroming in te zwemmen? Ja, dan zou het wel heel druk worden op het IJsselmeer als ze dat niet deden, hè? Maar het gaat met name ook om de controle. Als we nu daarin gooien, voordat het loodje beneden is, is hij hier. En je draait twee slagen en je kunt opnieuw gaan ingooien. Ja. En je kunt nu echt vissen liggen gewoon als het ware te wachten met de kop in de stroom. Dus je trekt nu het shedje eroverheen en het zakt weer heel langzaam terug. Nou ja, dat is prima. Die vis kan dan reageren als het zien. En zo heb je veel langer de tijd om het shedje beneden te houden. Nou ja, en dan is het eigenlijk, je tilt hem op, trekt hem iets naar voren. En dan zakt hij heel langzaam eigenlijk op de stroming naar beneden en iets terug. En zo vis je hem af. Kijk, en straks gaan we een paar kribben opzoeken. En dan ga je dus echt in de keerstroom vissen. En die vis die trekt vaak mee met de keerstroom, omdat ze dan de stroming mee hebben. Dat is makkelijker. Ja, dat is een beetje net energie. Als we fietsen met de wind in de rug is het makkelijker dan er tegenin. Ja. Dus ze fietsen nou de hele dag tegen de wind in. Als je dan een stukje met de wind mee mag, dan, dat is wel lekker. Ja, dat is wel lekker. Dus zo reageren vissen natuurlijk ook. Zo zuinig mogelijk met hun energie. Weg van de minste weerstand. Van een paar minuten bezig met één worp. Dat is wel heel bijzonder. Het lijkt wel dropshotten. Ja, maar dan anders. Ik wil vis onder door zo. Ja, kijk. Mooi aanbeet, Jouke? Ja, heel voorzichtig tikje hoor. Gaat altijd een beetje gissen natuurlijk met het formaat van de vis. Tegen de stroom in. Het is geen recordvis. Maar ik denk net een maat visjes. Hij doet in ieder geval flink zijn best. Doen we toch iets goed, Jouke? We ook. Ja, kijk, zie je? Ah, oh, mooi visje. Dus dit maat. Het heeft ook al een tik gehad van een aalscholver, zie ik wel. Zie je? Dat is alweer genezen. Maar... Ja, het is een aalscholver geweest? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Pakken ze hem bij een staart, maar dan kunnen ze hem niet kwijt. Dan laten ze weer los. Maar dan, ja. Je hebt nieuwe setjes mee vandaag. De Slim Shady heet hij. De kracht van het shedje is dat hij eigenlijk geen rollende beweging maakt, maar alleen de staataktie heeft. Het is een beetje tussenvorm tussen wat we meestal gebruiken in de zomer. Die hele vrij drukke kantelende shedjes en die shakertjes en dat soort dingen. En nou ja, dat heeft ook die duckfin heeft dat wat meer. Maar deze alleen staartje, dus het wordt nu kouder. En willen ze wat minder uitbundige actie. Oké, okay, slim. Shady. Een slim shady, is een slim. Nou, eerste vis is altijd lekker. Dat is met jou ook altijd wel. Moet je altijd een beetje oppassen. Garantie dat het wel goed komt. Maar zijn eerste vis is natuurlijk wel lekker voor het zelfvertrouwen. En ik vind deze visserij wel relaxed. Want heel veel kan je ook niet fout doen. Tenminste, als je maar het goede loodgewicht hebt. En vanaf de kant is het volgens mij ook wel een visserij die je gewoon vanaf een krip. Ja, op deze manier natuurlijk gewoon prima kan beoefenen. Ja. Vanaf de kop van de krib helemaal. We gaan even zoeken. Ik denk dat we dat even moeten doen. Want het is natuurlijk zo, van die vis die schuift op. Ja. En het verticaal is dan niet zo ramp, want dan ben je er zo. Nou, dat zijn wel allemaal stipjes hier. Allemaal visjes zijn dat. Is dit vis wat je nu ziet, Jouke? Ja, ik denk het wel. Dat is allemaal halverwege. Maar die zijn echt aan het optrekken nu? Die zwemmen. Dus die zitten van de bodem af.
En we moeten eigenlijk even een groepje snoepbaasjes vinden. Die liggen te wachten. Kijk, hier heb je een paar. Daar liggen er een paar. Dus het ligt stijf op de bodem nog. Hoe kun je dat zien? Gewoon het schaduw? De schaduw zit er tegenaan. Eigenlijk nauwelijks schaduw. Als je hoger van de bodem is, is die schaduw een stukje verder weg. Ze liggen helemaal verspreid, dus we gaan het gewoon even proberen. Ja. Dan zit hem wel langs weer op tanken. Dan gaan we hier weer een paar warpen doen en dan moeten we het zomaar even uitzoeken. Ze zeggen van de herfst toptijd, maar je moet toch altijd wel even wat dingetjes weten natuurlijk over deze visserij in de herfst. En daarom is het fantastisch om bij jou aan boord te zijn. Je kan daar alles over vertellen. Je hebt zoveel ervaring. Dus het is nu nog echt even zoeken naar wat meer snoepbaars bij elkaar, denk ik. Ja. Oh, dat voelde als een aanbeetje, Jouke. Of een braadsel. Ik ben ook een braadsel van valse haak even. Ja, hangen. Mooi. Yes. Om diepte. Heel flauw aanbeetje. Nog een duckfin. Ja, die doet het ook altijd goed. Zo. Ja, mooi vis. Mooi visje. Zeg maar even scheppen voor je, Sjoerd. Ja, dan ga ik eigenwijs zeggen, nee, hoeft niet. Zo, nou, we hebben mooi. Ja, mooi vis ook. Toch? Ja. En vrij ondiep, heb ik het idee. Gewoon echt dying. En dan liet ik hem zeg maar meedriften over die ondiepte. Ik denk op het randje van het talud dat hij hem... En pakt hij van onderaf en dan krijg je wat een rare... Ja, wat je al zei. Zo'n beetje frommel aanbeet. Dat de druk er even afvalt. Ja, juist. Dan zwemt hij eigenlijk gewoon even mee. Ik ga toch even wisselen. En nog geen eens zozeer qua kleur, maar ik wil even iets sneller over die bodem binnenvissen. Heb je net een slagjesvaarder, Jouke? Loodkoppen? Even zoeken. Die zocht ik. Kijken of dat het verschil maakt. Waarschijnlijk niet. Maar je krijgt er een stuk makkelijker van. Gelijk ook een ander kleurtje. Het zo beter. Ja. Het is wel zo, Jouke, want je vist nu ontzettend langzaam en die tik op de bodem is veel zachter natuurlijk. Ja. Dus dat je moet aan je top zien of je de bodem raakt. Ja. Het kan ook zomaar zijn dat je straks denkt van, hé, ik kom niet op de bodem. En dan in één keer heb je in de gaten dat je een aanbeet hebt. Dan vangen ze hem gewoon op. Maar ja, dat is toch, daarom moet je een hengel hebben die heel gevoelig is. Zeker in de top, om te zien van wat gebeurt er. Twijfelgevalletje? Ja. Hij was eerder op de bodem dan ik hem verwacht had, laat ik het zo zeggen. Die tournament die gebruik ik voor mijn zeevrouwvisserij, voor mijn roofblijvisserij. En die is hier ook uitermate geschikt voor. Ja. Heel gevoelige hengel. Ja, en als je een vis haakt, dan wil die hengel in een bocht. En jouw hengel is een proostafhengel. Dat is een andere serie die we gemaakt hebben voor alle roofvisserij eigenlijk een specifieke hengel. Okay. En deze is de lichte om mee op snoepbaars te vissen. Er is nog een zwaardere versie voor als je met 15 centimeter sets vist. Maar het is geen hengel die vis vangt. Hè? Het is altijd degene die hem in zijn handen heeft. Ja, dat moet je vooral tegen mij zeggen, Jouke. Kan je ook een beetje mee feeden vissen? Dat zou ik niet doen. Nee? Brazem zou je er wel op kunnen drillen, maar is je eigenlijk wat te stug voor. We gaan het zien. Het is alweer een tijdje geleden eigenlijk, Braas. Wordt wel eens tijd. Ja. Nou, ik zal straks wel eens een schootje opzoeken op de diepte meten. Wat zeg ik nou weer? Ja. Onder de boot. Echt vlak onder de boot. Ik wil hem eigenlijk al net binnen draaien. Ik dacht, laat hem nog één keer zakken. Heerlijk gevoel dit natuurlijk. Ja, je moet voelen wat er gebeurt in beneden. Ja. En deze waarschijnlijk erachteraan gezwommen. Maar ook het drillen is lekker met deze hengel. Ja. Ja. Het is allemaal een beetje hetzelfde maatje. Ja. Maar dat zijn echt die vissen die migreren, ja. Jouke. Ja, klopt. Dan wacht ik even tot hij heel agressief opeens. Ja, gaan. We love it. Lekker voor actie. Geen hele grote vissen, maar dat... Maakt echt niks uit. Daar hebben we ons ook helemaal niet op ingesteld. En ja, het kan er altijd doorheen lopen. Want hoe is dat nu met met dit slag vis? Ja, maak je dan gewoon net zo goed kans op grote vissen? Ja, er zitten er wel tussen. Maar die aasen veel meer tocht in de avond op de ondiepte en gericht op wat grotere vissen. Ja.
Dan moet je eigenlijk een schoolbraasem zoeken, daar liggen ze dan tussen. Gaan we niet doen, Jouke. Nee, we gaan geen braasem. Dat vind ik bij jou altijd wel een risico. Nee, gewoon kleine schoolbaasjes, prima. We gaan niet op die grote. Maar het kan zo gebeuren. Ja. Ah, shit. Vlak bij de boot, aanbeet erop. Ja. Dit is een groen setje aangehangen. Ja, het is echt even zoeken wat werkt. Want ze zijn niet wild vandaag. Of tenminste, nog niet. We vinden er straks wel een paar die ergens liggen. Ja. Maar het is gewoon heel verspreid. Als er veel gejaagd wordt door aalscholvers en maar ook door de rovers onderling, dan krijg je toch dat die dat op hun hoede zijn. Beetje onrustig en dan zijn ze minder met aasen bezig. Ja. Maar ze liggen er wel af en toe en af en toe krijg ik wel een tik, maar het is ook nog niet echt dat ze heel erg gretig zijn. Nou ja. Maar dat kan gauw veranderen. Zo is dat. Ja, dan was er nog weer een. Het is een klein spul, krijg je hier shit niet binnen. Blijven. Ja, kijk. Daar hangt hij wel. Oh, wat een mooie aanbeet. Ja, was ik een mooie aanbeet. Voor mij is deze ook wat dikker. Oh ja? Kan ook zo'n snoek zijn, aan de aanbeet te zo, voelen. Zo, kijk dan. Ja, ik denk dat het snoek is hoor. Is mooiere vis dit, Jouke? Ja. Vlak onder de boot? Ja, gewoon. Ik had twee keer een tikje. Toen liet ik hem een beetje hangen. Hij is wel heel rustig. Hij vecht wel als een snoek. Onze mooie vis zijn, dames en heren. Ja, snoekbaas. Grote. Echt? Ja, mooi groot snoek. Nee joh. Ja, geen 80 hoor, maar wel een mooie. Ja, je had er net om gevraagd. Ja. Zo! Dat is gewoon een hele mooie vis. Ik vroeg of ze er waren. Ik zei jawel, maar. Kut. Je moet het schip net er eigenlijk achter houden, Sjoerd. Hij hangt erin. Ja, prachtige vis ook, hè? Echt ja. Een hele mooie vis. Nou ja, gewoon onder de boot, hè? Ja. Dus blijven doorvissen tot je voeten. Ja. Nee, ik had een paar keer, miste ik hem, tenminste ik voelde dat ik wat miste. Ik heb me zo zijn dat hij ertussen gelegen heeft, met wat kleinere vis was. Ik denk van ja, maar die is voor mij. Ja, maar het was wel zo tenminste. Zo. Hij is boos, prachtig, mooie kamer op. Ja, dit zijn de bonusvissen tussendoor. Die leuke, die kleine is leuk te vangen en deze is echt leuk. En, prachtig. Ja, hard voor gewerkt. Ja. In de volle wind, in de volle stroming. Degene die het hardst werkt vandaag is de elektromotor. Ja. Maar dan zie je dat dit toch wel een mooie. Ja. Ja, dat zijn dus, ja, we hadden het er net over, hè? Jouke, ja, je zei van nou, ze zwemmen er wel tussen, maar ja. Vaak aasen ze niet op dit moment. Want deze was toch. Hoor die kaak klappen? Zo. Dan moet je vingers niet tussen hebben. Nee. Maar zo hard is die. Het is allemaal keihard, dus daarom moet je vrij. Je moet toch wel body in je heen leggen om die haak goed te zetten. Ja. Ja, heel ander stuk rivier. Veel meer kribben. Dat is een hele ander spelletje hier, of niet, Jouke? Ja, het spelletje is hier anders. Je moet hier anders denken. Daar ginds hebben we een soort trog hebben uitgevist. Nu zijn we een stuk gaan opzoeken met veel meer kribbetjes. Wat we nu aan het doen zijn is met de sidefishing kijken van of we wat brasem kunnen vinden of wat grotere scholen aasvis. En dan leggen we hem op de kop van de krib en dan vissen we hem terug, als het ware, tegen de stroming in. Okay. Op de keer, net buiten de keerstroom. Ja, het is een stuk, heel ander stuk van de rivier. Ja, we zijn wel een paar kilometer verder natuurlijk. Ja, een mooi stukje gevaren, maar ja, als je een goede motor hebt, schiet het op. Nieuwe motor. Ja. Want deze, hoe lang heb je deze nu? Die zit nu bijna zijn 20 uur. Wat is voor jou belangrijk bij een buitenboordmotor? Voor mij moet het sowieso is de betrouwbaarheid heel belangrijk. Ja. Deze Suzuki heeft, ze noemen dat lean burn fuel control. Eigenlijk is het met andere woorden van, hij voorspelt of je wat voor brandstofmengsel je nodig hebt om optimaal te presteren. En dat maakt dat hij veel zuiniger is dan anders. Dat is ook niet helemaal waar. En dat is in deze tijd zeker iets. Ja. Nou ja, dan heb ik te maken met een niet al te grote boot. Voor mij is het prettig als die motor die erachter hangt niet al te zwaar is. Nou, volgens mij is dit een van de lichtste in zijn klasse. 60 pk of 50 pk met is 104 kilo. Nou, ik heb ooit een auto gehad, daar knapte de distributieriem van.
Dus ik ben een beetje allergisch voor riemen. Nou, deze heeft een ketting. Okay. Dus ook nog een onderhoudsvrije distributieketting. Die spant zichzelf. Dus mocht hij wat ruimer worden, dan spant hij als het ware zichzelf op. Nou, en de drie cilinders staan anders, stonden ze bij andere motoren vaak in een soort driehoek. Maar deze staat in lijn. Dat betekent dat die motor iets smaller kan blijven. Maar ook dat hij veel rustiger is. Je resoneert, veel minder resonatie heb je van de spullen die in de boot liggen. Omdat die motor niet heel erg trilt. Nou, hier zie je wat schaduwtjes op de Zuidvision. En dat maakt uit dat betekent dat daar wat vissen liggen. Dus gewoon 10, 12 worpjes is het niks. Dan schuiven we weer door. Wacht eens erin. Ja, zetten we maar in. Het is hier vrij ondiep langs de kant. Dus dan weer een nadeel. Als ze nou echt een optrekker, dan liggen hier allemaal van die riggels ook in. Heb je hier ook echt dat ze achter die bultjes liggen. Ja? Ja. Gaan te wachten tot er wat voorbij komt. Dat, gewoon om ook te kijken. En uit de stroming, hè. Heel mooi kleurtje dit, Jouke, vind ik. Die gele. Ja. Groen deed het sowieso. Ja. Wind. Jij hebt nu nog groen of niet? Wit. Ah, wit. Ja, dan zijn we op zo'n ander stuk rivier. Misschien waren we iets verwend, Jouke, met die vissen op de andere stek. Dat je denkt van, nou, we willen even wat anders. Ja, nou ja, goed, die keus maak je en dan moet je op de bladen zitten misschien. Ja, het is dan niet klaar, maar het is inderdaad... Nee, het was daar niet klaar. Nee. Een stuk minder dan... Hele voorzichtige aanbeetjes. Ja, maar het is het eigenlijk net niet. Maar het is toch wel op het moment even niet makkelijk. Wind die vanuit alle kanten komt. Gisteren west, nu oost. Ja, dat blijft dus, ook voorlopig, toch? Ja, volgens mij wel. Het wordt in elk geval wat kouder. Dat is op zich niet verkeerd. Alleen, een beetje vastigheid is ook wel lekker. Ja, Anne. Ja, ik zei net nog. Het heeft even geduurd, hè? Ik zei net nog van, hier ligt eigenlijk altijd wel een vis. En dat heb ik opgenomen. Geabsorbeerd als een spons. Want dan heb ik weer vol vertrouwen in vangsten. Ik zat hier met 20 gram te vissen. Maar dat vond ik eigenlijk te licht worden. 28 gram en het was eigenlijk net als in de ochtend. Dat heb ik daardoor wel weer vis gevangen. Oh, leuk visje. Zie je, het is allemaal aalscholver. Ja, denk je? Ja, kijk, ik kan wel zien. Ja. Hij gewoon met zijn kop gehad, alleen ik kon hem niet kwijt. Nee. Heeft hij hem weer losgelaten. Zo. Het is jouw vis, hè, vriend? Jij mag hem wandelen. Dat vind ik ook wel eens leuk. Dat is pas teamwork. Ja, dat is waar. Toch? Oké, Jouke. Jij gaat mij helpen met het lezen van de rivier. Ja, dat is goed. Wat gebeurt hier? Nou, je gooit hem nou op de ondiepte. Ik gooi hem nou op de ondiepte. Je stelt helemaal geen water. Je kunt wel zien, dit is, je ziet het gele. Er zit ook een vis voor, hè? Okay. Maar in principe is het zo, die stroming die loopt hier voor die krip langs. Die loopt door eigenlijk voor ons langs en ik zie je daar ginds weer naar binnen buigen. Ja. Nou, een deel van het water gaat gewoon door. Dat wordt daar weer naar buiten gedrukt, maar een deel dat botst tegen die krip op. En dat kan niet deze kant op, dus dat gaat heel langzaam ronddraaien. Die gaat tegen de stroming in weer? Ja, dat is waar. Dat noemen ze de keerstroming. Die gaat er dus tegenin. En dan komt hij weer aan de andere kant, komt hij er hier weer bij. Je kunt wel zien, hier stroomt hij erin. Ja. Nou, en dan gaat het weer door. En die vissen hebben, dat is eigenlijk stroming mee. Dan gaat die, dus dat is waar die vissen af en toe op meeliften. Zodat ze niet al te veel tegen de stroming in hoeven, maar eigenlijk stroming mee hebben. En minder energie verbruiken. En minder energie. En dan druk, ja, vissen vast. Vast, uiteraard. Oh, varen we er even heen. Daar net iets te veel stroming voor 20 gram. Ja, hè? Ik heb geen 25ers bij me, dat zou nog wel een optie kunnen zijn. Ja, deze 28 is prima, hè? Ja. Ja, oh, misser. Scheiße. Echt een tikker op, man. Mooi aanbeet. Lekker, man. Ja. Ja. Lekker, mensen. Ja, dat zijn zulke lekkere aanbeten. Er staat natuurlijk volle bak spanning op die lijn. Ja, die knalden er heel mooi op. Ik heb mijn worpje zeg maar schuin met de stroming mee. En op die manier tik ik, ik heb een zwaardere loodkop er nu aan, tik ik hem echt heel langzaam uiteindelijk in de hoofdstroming. En in die hoofdstroming pakte hij hem ook. Ja, het voelt als een 80er, maar
En natuurlijk ook hoeveel 250 kuub water er tegenaan botsen. Ik sta een schep met pakken, Sjoerd. Heerlijke aanmeter, Jaap. Ja, dat is lekker toch? Die stroming. En dan hoef je er geen 60 te vangen. Dat is een aardig visje ook trouwens, volgens mij. Doe goed zijn best. Jawel, zeker. Ja. Oh ja, mooi visje. Ja, ik verwacht echt dat ze veel groter zijn. Maar ik ben er echt wel blij mee. Woehoe! Ja, en echt dat kleurtje wat je zei, hè? Van Sjoerd, ik zie je, je wil geel pakken. Maar pak juist dat bruine kleurtje. Even natuurlijk, je weet dat deze tijd ook heel veel van dat kleine spul die kleur heeft. Ja. De aas op. Deze is ook te grazen genomen, Jouke, hier, volgens mij. Ja, kan. Ik denk dat die aanschoffers hier behoorlijk huis hebben gehouden. We hebben ze zien vliegen, nou ja, van de week zelf. We hebben ze zien vliegen. Echt, we zien ze wel vaker vliegen. Nee, maar echt gewoon grote groepen. Soms wel tot 200 die vliegen dan zo in die rivier rond. Ja. Ja, dan is het pure paniek naar beneden. Ja. Ga ik weer teruggooien. Hij mag weer zwemmen. Mooi visje. Jouke, wel een dag. Lekker, heb genoten, zoals altijd met jou. Ja. Het was heerlijk weer. Goed gezelschap. Mooie vissen, met name van Jouke, maar ook echt wel aantallen. Dankjewel, Nico. Ja, jullie bedankt. Het was gezellig weer. Echt genoten. Ik hoop dat jullie net zo genoten hebben als ons. En dat is altijd de bedoeling van deze video's natuurlijk. Laat in de comments weten wat je van deze video vond. En vergeet je niet te abonneren. En ik zie jullie bij een volgende video. Tot later.